Get funky, here's the place. Get funky, here's the place. This pathetic dope addicts have to be abused. It's just saying what a thing to be a prostitute. Life is given to us just to do the right thing. Instead of that, we came a whole ball with big dope feet. Makes you feel real bad every time I see another bum old brother sleeping on the street. In the corner, in the morning, every night and day. It's a pity, so many people try to act gay. Everybody's turning crazy, so you better believe to do the right things, or soon you'll see. Life ain't no more joke, it's a serious thing. When you're dealing with the answers that you can't explain. New York City is a place of mysteries. Drug addicts, dope dealers, taking over the street. That bears always saying, why the hell do we pay for what? Well, they break the laws and get a couple of days. No sense trying to help, it's really no use. Think the world's messing up, let me tell you the truth. All rocks trying to pop with no respect. Niggas waiting at the station for the big paycheck. Homeboys going baking on Thursday night. Girls waiting in the house. Dat was wel het moment, jaren van verwacht hebben, dus ben benieuwd. Ja. Was het al beetje jonger of niet? Alleen de drukvellen bij de drukker en voor de rest nog niks. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het is. Ja. Nou, ik, dus ik ga gauw even kijken. Kom verder heren, hallo, dikke borst, hoi. Elf was het? Ja, 11, 12 jaar. En toen er begint één iemand en je denkt van, hé, dat is leuk. En de rest is allemaal alleen, het enige probleem is, iedereen van vroeger, de rest is allemaal opgehouden. En wij niet, dus wij binnen de deur gaan. Dus dat is wel weer wat unieks. Dus ja, wij hebben ook met het boek, wij hebben de kans om de historie van de graffiti, in ieder geval in Sneek, omdat wij dan de laatste schrijvers binnen. Als wij het niet vastleggen, leidt niemand het vast. Dus hebben wij de keuze gemaakt van, hey, wij gaan ook terug in de tijd om te laten zien om de geschiedenis van de graffiti in Sneek. Dus ja, dat was wel een ideaal iets. Deels van televisie, dat komt zeg maar vanuit de hip-hop cultuur, uit Amerika. En daar is een beetje in de videoclips. Dachten we, hey, leuk, wat doen ze daar? Graffiti. Zijn we daarmee begonnen. En later kwam er een documentaire op tv. Dat was een paar jaar later. En ja, toen was het helemaal los. Ja, toen begon echt iedereen. Ja. Ja. Want toen waren wij er al. Waar haalden jullie je eerste spuitbus bij? Die haalden wij zeg maar onder de trui in een bouwmarkt weg. Want ja, geld voor bussen hadden we niet. Dus die moesten we zeg maar proletarisch winkelen, ja. Ja, nou, ik heb meerdere namen gehad. Mijn allereerste naam was Ukkie. Ja, en op zich, ik dacht, nou ja, een beetje beginner, dus Ukkie vond ik wel cool. Maar ja, zo cool was dat achteraan ook weer niet. Maar dan had ik wat meerdere namen en toen op een gegeven moment dacht ik van ja, hoe klinkt dat groter? Toen dacht ik, Mega, dat is er nog niet. Dus daar is bij gebleven, zeg maar. En die naam die had hij vast moeten leggen? Eigenlijk wel, ja. Want na de tijd dan kreeg je de Mega Top 50 en de Mega dit en de Mega dat, maar dit is de enige echte Mega. En Romeo? Ja, het is eigenlijk, het komt gewoon van Shakespeare af. Dus het is... Ik vond de naam wel mooi en ik ging ook van, zie je, naam het niet te lang. Als ik Jan-Willem de Vries heet en dan moet ik dan Jan-Willem de Vries, dat is te lang. Maar als ik ook als ik één letter heb, ja, daar ken je niks mee. Dus ik dacht, nou vier, vijf letternaam zou het mooiste wezen. En dan, een R is wel een mooie letter, een S was wel een mooie, een A, een M, een E. Een R, nou ja, toen kwam ik op Romeo. Het enige nadeel is dat ik een O is al een moeilijke letter en ik heb er ook nog twee van. Maar ja, de naam klonk ook altijd wel cool. En het was ook, als er ook meiden kwam van ja, hoe heet je? Romeo. Ah, dat klopt wel toch.
zijn natuurlijk begonnen in Sneek en dan ook nog, zeg maar, laten we het zo zeggen, er waren een stuk of 100 mensen actief in Sneek. En dan, we gaan daarheen. En dan kreeg je op plaats een plekje, dan moest je wel staan. Daar staat iedereen. En dan moest je dan ook tussen staan. En op een gegeven moment dachten wij van, hey, Sneek, ja, dat is wel leuk, maar hier verderop, in Bolsward, is ook een muur. Daar gaan wij ook heen. Hé, hey, daar kunnen we ook naar Heerenveen, dan gaan we Drachten, dan gaan we Groningen, dan gaan we dat ging Leeuwen. Allemaal liftend. En dat overal heen liften. En ja. toen met de openbaar vervoerkaart, ja, toen ging het helemaal los. Dus zijn we, hebben we geprobeerd door heel Nederland. En hebben ook bijvoorbeeld onderin, dan liften we, of dan we liften zo ver mogelijk hier de provincie in en de rest met de openbaar vervoerkaart van of de tienertour. En dan naar Sittard en dan daar wat zetten en dan kijken wat is nog meer, Breda, nou, daar naartoe. En ja. Ondertussen sliepen we op een station ergens op een bankje en dan de volgende dag daar weer heen en dan weer terug. Zoveel mogelijk. Vakantie was dat, ja. Ja. En nu is het gewoon helemaal dat we, dat is natuurlijk ook dankzij Facebook, maar ja, je wordt ook bekender. Dus nu krijg je gewoon uitnodigingen van ja jongens, als jullie ooit een keer in Indonesië zijn. Of willen komen, weet ik veel, je kan bij ons komen, we hebben slaapadressen, spuitbussen, alles is er. En ja, en ondertussen hebben wij natuurlijk wel werk staan in New York, en Londen, Parijs, Kopenhagen, ja. België, ja. Berlijn. New York is de Mekka. Ja. Ja. Ja, dus het was een soort van bedevaart voor ons, ja. Om dan naar een keer heen te gaan, een droom. En wat is 2004. Ja. Ja, zijn we daar geweest en dat was wel een heel avontuur. Ja. Wat gaan dienen? Nou, we probeerden natuurlijk daar wat te maken, maar we wisten niet hoe dat werkte. Want ja, hier ga je ergens heen en je ziet een tunneltje en je denkt, oh, hier mag je wat maken. Maar in New York is wel even anders. Ja, dan moet je vergunningen hebben en dan mag je niet zomaar gaan staan. In New York is het zelfs zo dat het is eigenlijk verboden om met spuitbussen over straat te gaan. Omdat ze daar natuurlijk vanuit de jaren 70 al problemen hebben gehad. Dat de hele metrosysteem, alles zat onder de graffiti. En daar hebben ze het echt zo aangepakt dat het bijna onmogelijk is om daar iets normaals te maken. Dus ja, iedereen in New York heeft een eigen muur met vergunning. Zodra ze erheen gaan, moeten ze die vergunning ook mee hebben. Je kan nergens gewoon spuiten. Ja, dat dachten wij van, hè? Maar ja, we hebben het toch gered. Ja. Waar ging het, Jim Burke, daar dan? Wist het nog? Nou, het is niet zozeer. Het probleem is met graffiti is altijd, wij maken alles buiten. We worden wel eens benaderd van, hey, we willen canvas werken van jullie hebben, maar dat is niet echt graffiti. Plus dat er ook nog mensen zijn die zeggen van, ja, die en die doet ook graffiti. Maar alleen graffiti is in Amerika heet het toch geen graffiti, dat is door de media bedacht. Het heet writing en het is dus schrijven. Dus, en poppetjes kan je niet schrijven, want anders heet het wel drawing. Dus het is writing en dat zijn letters en die maken wij op straat en het komt ook van de straat. En daarom staan we nou hier in een tunnel en zitten we niet in een museum. Maar we maken er wel poppetjes bij. Jawel, natuurlijk. Om het aantrekkelijker te maken. Ja. Anders wat vormen en wat is dat? Nou, mensen herkennen letters ook niet. Mensen denken van, wat is dat? Wat vlakjes met wat kleuren. Soms vinden ze de kleuren mooi. Nou, dan zeggen ze, die is mooi. Maar ze snappen helemaal niet de hele intentie van het ontwerpen van een hele letter. Want het is ook zo dat iedere piece, een werkstuk heet bij ons een piece, maak je maar één keer. Je maakt nooit hetzelfde ontwerp drie keer of vijf keer. Dat doe je niet. Iedere keer nieuw. Dus heeft hij bijvoorbeeld 1000 megapieces gedaan, zijn er 1000 verschillende. Maar dat zien mensen niet. Ze zien gewoon van, oh, hey, leuk. Hier hebben jullie een smurf of een roze panter of zoiets erbij. Dat herkennen mensen en daarom doen we dat. Dat ze dan mensen zeggen van, hey, ik heb die van jullie daar en daar gezien. Oké, ja, hoe zag je eruit? Ja, met een roze panter. Dan weten wij van, oh ja, die. En dat is voor ons wel handig voor herkenning. Gewoon zoveel mogelijk thema's eraan hangen. Proberen een hele muur te maken met het thema de Super Mario Brothers. Een heel bekend computerspel. En dan niet alleen Mario in het midden, maar ook de hele achtergrond, het hele level, alle figuren en alles erbij. En om dat dan voor elkaar te krijgen. Kijk, dan, en dat heet een productie in graffiti. En daar hebben wij ons in gespecialiseerd.
En ja, daar zijn we ook best wel bekend mee geworden. Vroeger wel heel vaak, maar ja, op een gegeven moment kennen ze ons wel. Dat kwamen we wel in een andere stad en dus kwam de politie aan en zei ze, hey, van mij ben jij Romeo, jij bent die en die, ik weet je, ken jou wel. Dus ja, op een gegeven moment waren we zo bekend, dan heeft dat gewoon geen zin meer. Plus, er zijn nu heel veel gedoogplekken, dus Maar wel eens oppakt? Jawel. Zetten? Nou ja, gewoon even op de Romeo. Volgens mij ben ik 5 keer opgepakt met graffiti, maar ik hou er toch nooit meer op. Nee, maar ja, het is wel lastig, want ik ben bijvoorbeeld Arnhem opgepakt, tas kwijt, spuitbussen kwijt, alles. Ja, dan, ik ben daar om te spuiten. Als dat niet meer kan, ja, dan is die dag ook verprutst. Plus, ik heb geen foto, ja, dan is irritant. En je krijgt natuurlijk dan nog een boete. Ja. Maar ja, goed, dat hoort erbij. Zo zit dat nou eenmaal. Nieuwe generatie natuurlijk niet. Want ja, en plus ook heel veel jongens die illegale dingen doen, die willen helemaal niet dat iedereen weet wie hun zijn. Dus als ik dan zie van, oh ja, dat is die, dan kan iemand anders dat ook zien. Dus nee, maar de oude generatie, de oude garde, zeg maar, oh, die kennen wij allemaal. En die heb ik ook allemaal uitgenodigd voor de officiële boekpresentatie. Want ja, daar is gewoon een oude jongens krentenbrood, iedereen erbij. Hè, jongens, de hele geschiedenis van de graffiti en degene die dat gemaakt hebben, ja, die zijn daar hopelijk ook allemaal aanwezig. Dus dat wordt een feest der herkenning. Er was een keer vroeger, dan gingen we al weg. Dan gingen we gewoon illegaal overal naam opschrijven. En het was een keer vlakbij het station van Sneek. Dan ging ik op uitkijk staan voor een paar jongens. Die spoten ergens op een oud Van Genteloos gebouw. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik weet niet, er komt iemand aan. En er was een politieauto, dus ik denk, oh, wegwezen. Ik had niks bij me, wat dan ook. Dus ik denk, ja, als ik hier blijf lopen, pakken ze hem op. Want ik had daar niks te zoeken, dus ik ging rennen. En op een gegeven moment ging ik in het riet verstoppen. Maar toen hoorde ik een politiehond en die kwam steeds dichterbij. Dus toen werd ik genoodzaakt om in sloot te springen. In zo'n vieze blubbersloot. Daar heb ik een half uur alleen met mijn hoofd boven water gezeten, tot ze allemaal weg waren. En toen moest ik nog naar huis. Nou, dat was niet fijn. Ik was met een vriend van ons die toen ook nog graffiti schreef, was in Sneek onder de, dat heette Geelbrug, werd toen gerestaureerd en die wanden werden afgestraald en er lag een platon in het midden, dus je kon eronder. En toen hebben ze hem ingepakt in plastic, dus we dachten van, oh ja, dat is ideaal. Dus aan het begin van de avond, hey, onder het plastic door en we waren onder die brug. En dat was in die tijd, toen gingen we nog optekenen, de eerste lijntjes doen met krijtjes. Dus we staan daar aan het optekenen met krijtjes met z'n tweeën, want je kon ook mooi achteruit lopen. Misschien dat iets groter. En je hoort in één keer, begint dat plastic. En ik denk, komen er 3 mannen komen binnen. Rijkswaterstaat en van die. En die zien ons. Goed, wat zal dit hier? En wij zeiden van, wij tekenen met een krijtje. Maar toen waren wij natuurlijk nog veel jonger. Dachten hun, hey, eerst maar eens proberen, dus ze vegen het weg. Ja, het is krijt, oké. Okay. Nou, en al op donderen hier en niet meer terugkomen. Nou ja, oké. Okay. Dus ik met die jongen bij weg en ik zei, nou, dan gaan we ergens anders heen. Nou, hij zei, dat kan je wel. Ik heb het ontwerp maar snel opgegeten. Hoi! Dat is toch prachtig. Narigheid. Nee, kunstenaars echt wel, maar wel echt van de straat. Dus ik ken ze al heel lang. Die ene die ken ik wel heel erg lang. Maar altijd actief bezig en doorgaan met waar ze mee begonnen zijn en in hun eigen stijl. En het zijn niet natuurtalenten, dus niet iets wat, ik heb mensen die hebben dat gewoon automatisch en die kunnen dat in één keer allemaal doen. Maar we hebben dat hun gewoon zelf helemaal aangeleerd en het heel ver tot een heel hoog niveau kunnen brengen. Dus het is gewoon echt artiesten die er naartoe hebben gebouwd. Dit is een redelijk project geworden. Ja, nee, ik heb een paar jaar geleden heb ik de jongens benaderd, want ik had natuurlijk wist dat ze hiermee bezig waren. En ik heb gevraagd of ik ze mocht helpen hiermee. Ja.
En toen waren ze ook al een paar jaar bezig. Ik dacht, nou, als ik ze help, dan kan ik misschien een beetje tempo een beetje. Maar ja, ik help hier, hier aan mee. Het is een mooi boek. Dus, ja, en 5 jaar, en als die jongens ook nog elke weekend, vooral in de zomer, aan het spuiten zijn, dan komt er elke keer komt er weer een nieuwe bij. En dan gaan ze daar weer van, ja, moeten we deze nog wel bij doen of niet? Dus ja, dat, is, dat komt ook nog bij kijken. Je moet wel een beetje een unieke uitstraling hebben en wel een beetje classy. En ja, je moet er ook iemand mee neer kunnen klappen. Dus ja, dat kan ook nog allemaal. Hè? That is nasty boys, toch? That is nasty sons. Oh, yeah. Sons, yeah. Ja. Yep, yep. Cool, hoor. Ik ben een spiegeling op het zonnebril.